Hij buigt zich voorover om zijn nieuwtje een kus te geven. En... Oh, schatje. Nu weet ik niet hoe het afloopt. Ik hoorde je voorlezen. Ze viel vlak voor de ontknoping in slaap. Super bedankt voor het oppassen. Och, schat, dat spreekt toch voor zich. Heb je je werk een beetje af kunnen krijgen? Nee, ik kan me totaal niet concentreren. Kan ik iets voor je doen? Ja, vanwege Vincent. Waarom heb je nou verteld over die ex? Omdat het blijkbaar allemaal heel anders zit dan jij dacht. Nou, dat valt wel mee. Zie jij hem? Ja, maar dat komt dus niet omdat hij jou niet leuk vindt. Hij is bang om je te verliezen of je te kwetsen. Maar in ieder geval heeft het meer met hemzelf dan met jou te maken. Dat maakt niet uit. Wat de reden ook is, de uitkomst blijft hetzelfde. Hij wil me niet. Nee, hij durft niet. Nou, ik ga echt niet op hem zitten wachten, hoor. Ja, of misschien is hij wel verliefd op die ex. Is dat het probleem? Nee, dat denk ik niet. Hij zit er gewoon mee dat ze zo naar uit elkaar zijn gegaan. Maar goed, jij wil hem niet, dus ik hou erover op. Ik wil hem wel. Ik vind hem al leuk van het eerste moment dat ik hem zag. Doe er dan wat aan. Ja, ik heb al heel veel gedaan. Ja, je zit gewoon te wachten totdat hij wat doet. Ja, hij is de man. In wat voor eeuw leven wij? Nee, ik heb hem echt heel veel hints gegeven, maar hij is heel duidelijk geweest, hij wil me niet. In woorden misschien, maar niet in gedrag, hoor. Toen Lorena jou had laten zitten, stond hij hier meteen op de stoep. Laat nou gewoon zien dat je de moeite waard bent en geen gehind en gedraai meer. Kom gewoon eerlijk voor je gevoelens uit. En dat werkt. Er is maar één manier om erachter te komen. En voordat je verder vraagt, ik heb ook niets met je advies gedaan. Oké, dat schiet lekker op dan. Ja, ik kan me gewoon niet meer focussen door jou. Ik weet dat je het niet wil horen. Nou, als je het weet, waarom zeg je dan? Oké, ik hou mijn mond dicht. Sjors, hoi, kom er gezellig bij zitten. Nou, ik ben niet echt gezellig, vrees ik. Ik kwam alleen kijken of er nog genoeg flyers liggen hier. Ja, kom er toch maar gewoon bij zitten en je hoeft niet gezellig te doen, hoor. Ja, is er echt nog helemaal geen nieuws over Tim? Nee. Hebben jullie nou iets met elkaar? Nee, het is oké, dat mag ze best vragen. Nee, ik was te laf om het aan te gaan. Maar hij weet wel dat jij verliefd op hem bent. Ja. Maar ik heb hem afgehouden omdat ik vond dat dat het beste was. Toen ik inzag dat dat onzin was, toen was het te laat. Dat komt goed uit. Man, ik zeg niks, ik zeg niks. Hey. Hey. Goedemorgen. Gaat het wel? Wat denk je zelf? Ik vertel jou nog eens wat. Waar gaat het over? Zie jij dat meisje daar? Dat is mijn ex-vriendin en jouw moeder die heeft ervoor gezorgd dat zij naar Meerdijk is gekomen.